Nou, ik denk inderdaad dat het heel erg belangrijk is dat we de samenleving eigenlijk oproepen om nog eens nader na te denken over het begrip, het fenomeen prostitutie. Hoe normaal vinden we het eigenlijk? Hè? Zolang er in mijn omgeving in ieder geval geen ouder is te vinden die zijn kind stimuleert om in de prostitutie te gaan werken. Zolang er geen serieuze opleiding in Nederland is om iemand op te leiden tot prostituee. Zolang er geen kind in een kleuterklasse vinger opsteekt als de juf vraagt wie wil prostituee worden. Of sterker nog, vanuit zijn eigen initiatief zegt ik wil juf, ik wil later prostituee worden. Moeten we toch met z'n allen constateren dat die wat verwrongen gedachte van prostitutie is normaal. Wat mij betreft echt wel een beetje achterhaald is. Het is niet normaal. Niemand wil dat zijn kind dat gaat doen. Uitzonderingen wellicht daar gelaten, maar ik ken ze echt niet. En zolang vrouwen die het ook vrouwen die het vrijwillig doen, de grootste groep vrouwen die in de prostitutie werkzaam is, wil echt niet dat zijn omgeving te weten komt wat voor werk zij of hij doet. Dat is natuurlijk al een teken aan de wand. En ik zou eigenlijk heel erg willen pleiten dat er binnen de samenleving een veel bredere discussie tot stand komt om na te denken over van wat is prostitutie. Hè? We hebben het inderdaad over verschil in gelijkheid tussen, niet alleen tussen seksen, maar ook tussen welvaartsniveau, culturen. Hè? Dat er hier op de Amsterdamse Wallen vooral meisjes uit arme gebieden uit Oost-Europa werkzaam zijn, dat zegt iets over de aard van het beroep en over hoe wij aankijken tegen, nou ja, het soort vrouwen wat je dan kennelijk wilt offeren om dit beroep te gaan uitvoeren. Daar zou de discussie eigenlijk veel meer over moeten gaan. En niet over van, nou ja, wij vrouwen weten toch zelf wel wat we willen. En als ik mezelf wil prostitueren, moet dat kunnen. Ja, het zal allemaal wel. Maar de praktijk is dat er op grote schaal wordt uitgebuit en dat er misbruik wordt gemaakt van heel kwetsbare mensen.